staan hier aan de vooravond van het Bruegeliansfeest Verlosser dat voor de 34e keer wordt gehouden. Het festijn denkt zijn naam aan de Vlaamse schilder Pieter Bruegel, die beroemd werd met zijn schilderijen over bruiloften en feesten. Naast mij op de gedenksteen staat een relief van zijn beroemdste schilderij, de Boerenbruiloft. En dat beeld van vreugde en plezier heeft men aangegrepen om het dorpsfeest in Lossen deze naam te geven. En ik zie hier op het pleintje dat het Tijlersplein heet. Het Tijlersplein dat hier omheen het Bruegelpad heeft aangelegd. In navolging van het Amerikaanse Hollywood, waar de filmsterren ook voetstappen afzetten in dit beton, heeft Lossen dit voorbeeld gevolgd. Markante Lossenaren hebben in de loop der jaren voetstappen achtergelaten. En op dit plein zie ik heel veel bekende namen. Zoals Herman Vinkers, de afdrukken van Fred Rutten. Maar ook helaas van mensen die al lang overleden zijn. Zoals van Johan Schreur, de grondlegger van de Joma-salaris. Johan Plageman, de topman van Coberco. En bisschop Tsitschek van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Maar ook het schaatsduo Wouter en Remco Oldeheuvel zijn vereeuwd. Maar toch wil ik even stil blijven staan bij die voetstappen hier. Het zijn mensen die 25 jaar geleden voor het eerst de voetstappen gezet hebben. En dat waren architect Pieter Bruin, voetbalscheidsrechter Jaap Uilenberg en burgemeester Jan Smit. Helaas zijn de drie niet allemaal aanwezig. Ze hadden beloofd hier te zijn, maar Jaap Uilenberg heeft verplichtingen met de UEFA en kan hier niet aanwezig zijn. De andere twee zijn er wel en die hebben ons beloofd zo dadelijk in de tuin van de oude apotheek een interview te geven. Wij zijn heel benieuwd hoe het met ze vergaan is. Ja, en hier zitten we dan in de tuin van een restaurant de Oude Apotheek met de voetstappers van het eerste uur. 25 jaar geleden was men hier begonnen met architect Pieter Bruin, die hier naast me zit, en burgemeester Jan Smit. Ook Jaap Uilenberg was erbij, maar die is helaas vandaag verhinderd. Naast mij staat, zit Pieter Bruin. Ik kan me voorstellen, meneer Bruin, dat de jonge garde in Lossen denkt, wat heeft hij voor binding met Lossen? Misschien dat u daar iets over kunt zeggen. Ja, ik ben hier natuurlijk geboren en getogen. Tot mijn 18e heb ik hier gewoond. En zal je nooit los kwijtraken. Dus Twente blijft zo'n krachtige magneet dat ik tot op de huidige dag heel graag in Lossen kom. Gelukkig heb ik hier ook al iets kunnen bouwen. De Meidoornstraat en de Lijsterbeststraat. En wat mij betreft eindigt het daar niet mee. Oké. Ik heb gezien dat u uw middelbare schoolopleiding op het Carmel Lyceum in Oldenzaal hebt gevolgd. En ik ben benieuwd of u van jongs af aan al geïnteresseerd was in de architectuur. Ik was als kind altijd erg met kunst en tekenen, schilderen, kleien, boetseren en zelfs koper slaan. Dat heb ik als 8- of 9-jarig jongetje ook nog gedaan in de kelder. Maar ik weet nog het moment dat ik dacht, architect, dat is het. Dat was op de 3e klas van het Carmel Lyceum. Toen zei een vriendje die naast me zat, jij tekent altijd huizen. Waarom word je geen architect? En toen dacht ik, dat is hem. En toen ging je de bouwkunde studeren in Delft? Ja, dat was toen eigenlijk de opleiding voor architect. En dat heb ik daarna dus gedaan en nooit spijt van gehad. Nee, ik kan me dat voorstellen. U bent tot hoogleraar benoemd en daarvoor moet er eigenlijk best wat bijzonders gebeurd zijn. En ik ben heel benieuwd welke bekende gebouwen door uw ontwerp gebouwd zijn. Ja, ik had heel veel geluk in mijn loopbaan. Ik heb eerst een paar jaar nog in Londen gewerkt, in Engeland. En in de volkshuisvesting. Ik was heel erg sociaal bewogen in die tijd. Ik dacht, bij de overheid, daar moet je het doen. Dus daarna ging ik bij de gemeente Amsterdam werken. Dat heb ik ook nog 7 jaar gedaan. En ik ontwierp daar een buurtcentrum in Amsterdam. En dat kreeg een prijs. En daardoor werd mijn carrière kreeg opeens vleugels. Ik werd uitgenodigd voor een prijsvraag voor het Tweede Kamergebouw. Die heb ik kunnen winnen. En dat was natuurlijk een hele grote klapper. Daarna en daarnaast tussendoor heb ik het Concertgebouw in Amsterdam uitgebreid. En weer vlak daarna heb ik voor de Deutsche Bundestag in Berlijn ook nog een heel erg grote parlementsinvulling gemaakt. Nou, dat ligt er nu, moet ik zeggen. Ik wil wat dat betreft ook nog een beetje dicht bij huis blijven. Want de wederopbouw van de wijken Roombeek en Enschede, daar heb je ook een belangrijk aandeel in gehad.
Ja, dat klopt. Roombeek is misschien wel mijn meest emotionele werk. En dan komt die binding met de streek weer naar voren. Omdat ik gewoon, als het moet, heel goed Twents kan spreken, was dat in Enschede een belangrijke factor om voor mij te kiezen. En ik was ook wel heel erg gericht op opdrachtgevers, dus ik kan heel goed luisteren. Daar komt het op neer. Roombeek is een fantastische wijk. We hebben daar heel erg veel vrijheid gehad om een concept neer te zetten, wat heel erg van onderop, met de mensen die het betreft, op te bouwen. Dat noemen we bottom-up. En dat is daar gelukt. Ik ben er net een uur geleden nog geweest. En dan zie je gewoon dat er allemaal groepen rondgeleid worden. En ik word op allerlei plaatsen weer herkend en gegroet van die mensen kennen me. Ik heb daar dus sinds 2000 tot nu, dus 18 jaar, elk jaar en tot op de huidige dag ben ik nog altijd supervisor van Roombeek. Dus nu zijn die werkdrukjes eens in de 6 weken of zo. Maar ik ben het nog steeds. Oké, ja, heel bijzonder interessant verhaal. We gaan even naar de buurman, dat is burgemeester Smit. Uw binding met Lossen is wat makkelijker samen te vatten. Ja, dat is ook zo, want ik ben hier in 1987 benoemd. Nadat ik dus eerst 5 jaar burgemeester in Oudewater in Utrecht was. En vanaf 87 tot 2000 was ik hier dus burgemeester van deze prachtige mooie gemeente hier in Twente. Ja, en over nieuwe woonwijken gesproken, tijdens Jams periode is er heel wat gebouwd in de dorpen rond Lossen. Ja, dat is een van de taken geweest waar ik mij ook heel druk mee heb bezig gehouden. Want ik kreeg toen ik hier kwam bij de gemeente Lossen, kreeg ik de politiek gevoelige portefeuille ruimtelijke ordening en wat iets meer zei. Want men vond in Lossen dat ook de burgemeester, die toch het meeste verdiende, werd toen gezegd dat die op een gegeven moment ook maar een zware portefeuille moest hebben. Nou, in die tijd hebben wij hard gewerkt, heel hard gewerkt op basis van grote structuurplannen om zowel in het dorp Lossen als in de Lutte, Beuningen, Glanen en ook Overdinkel allemaal te zorgen dat daar bestemmingsplannen ontwikkeld konden worden. Dat had het nodig overleg met de provincie natuurlijk, was daarvoor nodig. Maar in principe, ja, alles wat nu hier in opbouw is en wat gerealiseerd is. Ik noem bijvoorbeeld de Saller, ik ga er nog met heel veel plezier doorheen. En dan zie je wat je destijds op papier hebt gekregen, dat dat toch ook in grote lijnen is gerealiseerd. En dat zal ook Pieter Bruin natuurlijk heel goed weten hoe dat gaat. Het duurt heel lang voordat je dan ook de resultaten ziet. Maar uiteindelijk, als je dan na jaren daar eens weer doorheen rijdt en dat dan nu in de Lutte is of in Beuningen of in Overdinkel, Glanen zelfs hebben nog een klein bestemmingsplannetje kunnen maken. Nou, dan denk ik, ja, dat is toch een resultaat geweest wat je in al die jaren bereikt hebt. En wat in wezen nu natuurlijk ook nog zijn voortgang vindt, want Saller is nog niet volgebouwd en de ontwikkeling moet natuurlijk ook doorgaan. Dat is begrijpelijk, maar ik ben er heel veel gelukkig mee dat het op die manier tot stand gekomen is en dat er ook een behoorlijke uitbreiding van alle kerkdorpen, alle 5 kerkdorpen in Lossen tot stand is gebracht. Ja, oké, ik ben het heel met u eens. Ik woon in zo'n nieuwe wijk en ik woon er met heel veel plezier, moet ik zeggen. Wat ik ook graag van u wil weten is dat in uw ambtsperiode is er ook een partnerschap geweest met het Russische Witnoi. Kunt u zich nou herinneren hoe dat ontstaan is? Ja, nou, dat is niet helemaal dat zo feit dat ik daarmee begonnen ben. Want toen ik hier kwam, was daar al een contact tussen Lossen en Witnoi. En daar ben ik natuurlijk dan ook verder ingerold. En ik moet zeggen, dat is altijd een hele plezierige en goede betrekking geweest tussen Lossen en Witnoi. Overigens, in die tussentijd, al daarna, is ook nog met Emsburen in Duitsland een heel goed contact geweest. En ook een overeenkomst gesloten. Maar ook met Witnoi. Ik ben er 2 keer geweest. De eerste keer vrij snel na mijn benoeming in 87 ben ik in Witnoi geweest. En daar heb ik de eerste keer kunnen ervaren hoe de mensen daar wonen, hoe daar leven. En hoe daar ook de politiek heel sterk een grip had nog op de hele constellatie van inwoners en alles wat daar gebeurde. Ik ben in de jaren 90 daar nog eens een keer geweest. En toen is mij toch wel opgevallen dat
het grote verschil naar veel meer vrijheid in voor de mensen. Ook, laat ik zeggen, de ontwikkeling die stond niet stil. Ik kan me nog herinneren dat wij de eerste keer van het vliegveld naar Wiek-Neuijen gingen. Dat er alleen maar een plak asfalt lag en verder niets. Als je dan 10 jaar later daar komt, dan zie je dat het allemaal wat gestructureerder is. De lijnen liggen erop, net als wij kennen. En dan moet ik zeggen, dan zie je toch het verschil. Ook met de jaren daarvoor. En ik moet zeggen, ik heb altijd hele plezierige contacten gehad daar met Wiek-Neuijen. Ook met de burgemeester daar. En heel veel zijn ze hier ook geweest met allerlei gezelschappen. En elke keer moesten we dat weer organiseren en moest dat weer geregeld worden. En dat ging altijd op een hele plezierige wijze. Ja, ik heb inmiddels begrepen dat de contacten wat verminderd zijn met Wiek-Neuijen. Maar de herinneringen blijven, dat hoor ik wel van u. Wat mij ook nog bezighoudt is... U bent na uw ambtsperiode vertrokken uit Losser en in Ulft gaan wonen. Inmiddels hebben wij diverse burgemeesters gehad, maar u komt steeds dichter bij Losser te wonen. Kunnen wij nog verwachten dat u terugkomt in onze gemeente? Nou, ik denk dat dat niet het geval zal zijn, want burgemeesters mogen tegenwoordig tot z'n 70 jaar, maar ik ben inmiddels 79, dus wat dat betreft zit dat er niet in, denk ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat we altijd heel plezierig hebben kunnen werken hier. En dicht bij Losser, nou dat is altijd in alle geval niet moeilijk geweest. Want ook al woonden we wat verder weg, dan kwamen we toch nog regelmatig in Losser terug. Ik heb zelfs nog mijn dochter en mijn schoonzoon met hun kinderen wonen in deze gemeente. En die hebben dat ook altijd als buitengewoon plezierig gevonden om hier te wonen. En die zijn zeer goed ingeburgerd in het Losserse hele gemeente. Ga ik nu even naar Pieter Bruin. Heb u nog ambities om terug te komen in Losser? Nou, zeker weten. Hoewel mijn familie dus inmiddels niet meer hier vertoeft. Wel in de buurt, Oldenzaal nog wel, Haaksbergen. Maar ik hintte net al een beetje op, ik ben architect. En dat is een vak waarin je nooit oud genoeg kan zijn. Dat, hoe ouder, hoe meer ervaring en eigenlijk hoe beter. Hè, dat is, tegenwoordig ben ik specialist op ouderenhuisvesting. En ik heb begrepen uit een kort gesprekje wat ik net voerde, dat het daar in Losser nog wel wat aan schort. Heel veel mensen hebben een mooi eengezinshuis ergens, maar als je boven de 60, 70 wordt en we worden allemaal 95 of 100, dan wil je misschien toch eigenlijk wel naar een comfortabel appartement wat dichter bij het centrum. Daarin voorziet Losser niet voldoende. En ik heb op het oog een heel mooi stukje waarvan ik denk, daar zou ik best een mooi complexje willen maken voor die ouderen die wat compacter, dichter bij het dorp wil zitten. Nou, we zullen het in de gaten houden. En als u bij de niet meer in Losser komt wonen, dan zal het beperkt zijn tot het bezoek hier bij de voetstappers. En dan zou ik willen zeggen, dan hoop ik dat u nog heel lang hier aanwezig zult zijn bij de voetstappers, bij het Breugeleaansfestijn. En wil ik u allebei bedanken voor het interview. Dank u wel. Ja.